jouw versie van lesmateriaal dat je vond op Klassement opnieuw toevoegen? Dat mag natuurlijk. Juf Tanja doet het en ze apprecieert de frisse blik die anderen hebben op haar werk. Om het je makkelijk te maken, staat er onder de omschrijving van elk leermiddel een link Verrijk leermiddel. Na je klik, kies je wat je zal toevoegen. Een aangepaste versie van een downloadbaar document? Of vormde je een invulblaadje om tot interactieve oefening? Ook een praktijkverhaal of een website kunnen prima verrijkingen zijn. Na je keuze zie je de toevoegprocedure. Voeg je bijdrage toe, omschrijf kort en geef onderwijsniveau en vak aan. Met één klik op de bewaarknop landt jouw verrijking bij de klassementmoderatoren. Zij zorgen ervoor dat je toevoeging tiptop online komt. En de bron die wordt automatisch vermeld omdat jij de verrijknop gebruikte. Gebruik en bewerk jij materiaal van andere leraren? Bewijs hen dan de wederdienst door jouw verrijking toe te voegen.